Welkom beste stier bij het kanaal van de Lotuskraak. Ik heb voor jullie deze reading klaar staan. En we beginnen met de ster, dus je mag een wens doen. En dan zal alles in het werk gesteld worden door jouzelf, door anderen, door het universum in het geheel. Dat die wens in vervulling zal gaan. Het belangrijke van die wens is dat je die natuurlijk wel heel duidelijk formuleert. Hè? Dat je daar echt wel een idee van hebt. En dat iets is wat je echt wel wilt. Dan, als je dat dan goed verwoord hebt, en heb je ook heel duidelijk en klaargemaakt voor jezelf, dan kan je er enerzijds zelf aan beginnen werken. Je kan ook anderen je laten helpen om daaraan te doen. Maar het zal zeker een succes zijn. Om daarna bij de toren te komen. En dat wijst eigenlijk op een lang en gelukkig leven. Dus eigenlijk als je hier voor jezelf hebt kunnen duidelijk stellen van kijk, dat is hetgeen dat ik echt wel wil bereiken. Je gaat daaraan werken. Dan wordt hier met de toren bevestigd dat je lang en gelukkig gaat leven. En dat je ook om die droom of die verlangens, om die te verwezenlijken, dat je daar echt wel enorme grote wilskracht voor bezit om die te realiseren. En het is ook zo dat als je dat dan gerealiseerd hebt, dan is het die toren die jou de nodige veiligheid en bescherming gaat bieden in die nieuwe situatie die je dan bereikt hebt door die wensen of die verlangens te vervullen. En dan denk ik van, je hebt dan door een heel proces gegaan van het duidelijk maken van wat je wens is om die te vervullen. En dan denk ik dat je hier met het schip eigenlijk een innerlijke reis gaat maken. Of dat je die doorlopen hebt in heel dat proces. En dat je door aan die wensen te werken, door die doelen ook te bereiken, door je veilig te voelen in die nieuwe situatie, dat je nieuwe inzichten gaat krijgen en misschien wel zelfs innerlijke rust gaat vinden, waardoor je eigenlijk je ook beter kan ontspannen. En de lelies die staan dan voor het levensgeluk en die staan ook voor de relaties op lange termijn. En ik denk hierbij aan allerhande lange termijns relaties, zowel privé als zakelijk. Vrienden, familie, kennissen en dergelijke meer. Maar ze gaan zeker voor een lange tijd er zijn. En ook de relatie met onze ouders wordt daarmee benadrukt. En dat maakt eigenlijk een mooie link met de laatste kaart, de uilen. En de uilen, dat zijn eigenlijk, de uil staat voor de wijsheid. En de uilen gaan hier met jou de wijsheid delen. En dan kan je bijvoorbeeld teruggrijpen naar deze kaart. Die stonden voor jouw familie, vrienden en ouders. En je mag echt wel bij je ouders, vrienden en familie informatie gaan vragen en te raden gaan bij hen en luisteren wat dat zij te zeggen hebben, want zeker ouderen bezitten een grote wijsheid en die kunnen misschien met die nieuwe inzichten die je hier bereikt hebt, daar kunnen zij misschien bij helpen om die nog beter te gaan plaatsen. Zo beste stier, ik vond dit een hele mooie lezing en ik wens je nog een fijne dag.